welkom bij een nieuwe aflevering van Ronde Reis. Deze week is Sander Westerveld mijn gast. En we gaan naar Vlachau, Oostenrijk, wintersport. Het verbaast me een beetje, moet ik eigenlijk zeggen. Want gisteren hadden we het over Mexico. En toen vertelde je dat je door je voetbalcontract allerlei dingen niet mocht doen. Gevaarlijke dingen. Maar daar valt wintersport er ook onder. Nee, dat klopt. Ja, het is een beetje dubbel. Want als je de spelers van Bayern München ziet bijvoorbeeld. Die zie je op elke Instagram en Facebook in de winter weken lang skiën. Maar ja, goed, die zijn ermee opgegroeid, denk ik. Mm-hmm. Nee, bij mij stond alles nog wat breken natuurlijk. Ja, nee, eigenlijk. Ja, het is ook wat ik zeg, nogmaals dubbel. Als je thuis blijft, dan kun je van het keukentrapje afsluiten. Ja. En dan breek je enkel. Ja. Dus wat dat betreft. Maar de risico is waarschijnlijk wel wat hoger. Ik heb daar ook wel aardige bossingen gezien. Dus ik snap het ook wel. Ja. Alleen het is wel jammer, want ik heb nu heb ik het meegemaakt. Dus nu al een aantal jaren, elk jaar gaan we weer. En dit was de allereerste skivakantie in Vlachau. Of all places. Omdat maar ging daarvoor je gezin nooit skiën dan? Ja, mijn gezin wel. Oh, dus die gingen wel? Ja, die gingen wel. Overal in Italië zaten we vlak bij de Dolomieten zelfs. En mijn vrouw bracht de kids naar school. En dan ging ze skiën met vrienden. En dan kwam ze voor 3 uur weer terug om die kids weer van school af te halen. Of ik. Maar dus die gingen altijd of met familie of met vrienden gingen ze skiën. Maar ik was er nooit bij. Dus ik voelde me wel een beetje. Want dat is het mooiste van zo'n skivakantie. Ook als je ziet hoe die kinderen zo snel van die berg afgaan. Dat is ongelooflijk. Ja. Dus kijk, dat is ik ken helemaal geen angst, hè? Nee, precies. En dus ik heb het een paar keer geprobeerd. Ik heb daarna wel les genomen. En, hoe oud was je toen je les ging nemen? Nou, 3 jaar geleden. Dus, ik kan mezelf een wintersport herinneren waarin ik Giovanni van Bronckhorst tegenkwam. En die moest het ook gaan leren. Dus die stond als volwassen vent tussen al die kleine kids op zo'n babyweidje. Ja. Heb je dat ook moeten doen? Nee, ik ging heel stoer ging ik les nemen. En heb je het al wel eens gedaan? Toen dacht ik van hoe moeilijk kan het zijn? En zei ja, nou, toen gingen we dus omhoog met een privé leraar. Mm-hmm. Ik denk, ik ga niet zo'n klasje voor lul staan. Maar toen zei hij eigenlijk na 100 meter van, heb je het wel eens gedaan? Ik zei, ja, nee, eigenlijk niet. Nou, toen begon hij echt 5 minuten te schelden en dan belde hij naar beneden van, heb je het nog nooit gedaan? Maar in principe ging het wel snel. Ik kan nou gewoon goed naar beneden, zwarte pistes af, maar het is niet... Nooit ongeluk gehad? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Dit is mijn knie. En dit is nou juist waarom we eigenlijk niet mogen skiën. Alleen, dit is wel na mijn carrière. Ik heb op dit moment kraakbeenschade aan mijn knie door mijn carrière. Ja. En dit gebeurt dan elke keer als ik naar beneden ga. Gelukkig is er altijd heel veel ijs bij de hand. Dus. Als je nu skiet, krijg je altijd een opgezet... Dan krijg ik, als er wat gebeurt, want in principe als ik heel hard met mijn voet stamp of ik maak een verkeerde beweging, dan wordt hij gewoon zo dik. En, alleen, kijk, het is een bepaalde beweging die je kunt doen. En dat gaat vrij goed. En na de après-ski dan voel je helemaal niks meer. En dan ga je even een beetje in het ijs. En dan 's ochtends... ik vind dit echt geweldige vakanties. Het enige is dat ik... het zijn dit leuke vakanties met vrienden allemaal. Ja. Alleen ik heb foto's van mijn vrouw ook wel eens gezien dat ze met vriendinnen en vrienden op vakantie was. Maar dat zijn andere vakanties. Dus dan wordt er meer geapres-skiet dan geskiet. Ja. Nee, je kan je vrouw beter niet alleen laten gaan, volgens mij. Nee, dat sowieso niet. Nee. Hey, en altijd naar Vlachau tegenwoordig dan? Heb je zo'n vaste stek ontdekt? Of? Nee, het leuke eigenlijk is, we gingen naar Vlachau. Ik ben gestopt eigenlijk met voetbal om meer tijd met mijn 4 kinderen en mijn vrouw door te brengen. Weekendjes weg. We hadden nog een huis in Spanje. En weekendjes naartoe, herfstvakanties. En ook skivakanties. Dus we gingen het eerste jaar met vrienden van ons naar Vlachau. Die gingen daar altijd naartoe. En dat beviel ons fantastisch. En toen zeiden we van, dat gaan we altijd doen. Ja. Alleen de oudste hier rechts op de foto, die is gaan keepen. En die speelt op dit moment bij AZ. Oké, heeft hij talent van zijn vader? Nou ja, hij doet het goed. Hij doet het goed. Het komt bij kijken dat hij geen vakanties meer heeft. Nee. En alle herfstvakanties traint hij door. En, dus nu zitten we in de buurt. We hebben andere vrienden die in Zuid-Duitsland gaan. Het is op 6 uur rijden. Ik weet niet eens meer hoe het heet. Oberstaufen heet het. Steibis. En dat is in principe ook prima. Alleen dan moeten we van zaterdag tot dinsdag of woensdag. En dan niet meer van zaterdag tot zaterdag, want hij moet gewoon weer trainen. Oké, je laat hem niet alleen af. Nou, hij is nu 15, hij wordt 16 volgende maand. En we zijn dit jaar al, omdat we met de verbouwing van het huis, is mijn vrouw al met. We gingen met 2 auto's, dus eentje is teruggereden met hem. Ja. Dus de rest is dan wel gebleven. En dat moeten we volgend jaar weer doen. Dus de eentje die moet terugrijden. Maar mag hij nog wel skiën dan?
Of heeft hij inmiddels al een contract getekend? Op dit moment heeft hij nog niet getekend. De contracten mag je tekenen op je 16e. En ik ga niks zeggen, maar als het erin staat, dan mag het niet. Ja. Maar. Wie is de zaakwaarnemer? Ja, een hele goeie. Dat ben ik zelf. Oh, kijk. Okay. Dus, dat doe je tegenwoordig, hè? Ja, ik ben op dit moment spelersbegeleider. En ik hoop dat ik hem in ieder geval de dingen die mij niet zijn verteld kan bijbrengen. Ja. En de wintersport voor de komende winter al geboekt? Ja, alles. Dit is dezelfde plek weer en dezelfde vrienden. Kijk overal waar je naartoe gaat. We zijn met heel veel stelletjes bij elkaar. Met vrienden, met kinderen, met dezelfde leeftijd. En die kinderen zijn de hele dag weg en het is geweldig. Geweldig, heerlijk. Ja, heerlijke vakantie. Het voelt ook zo lekker. Een soort van vrijheid dat je weg gaat. Je wordt ook nooit moe. Op vakantie, als je in de zon zit, dan word je om 11 uur wakker. En dan ben je nog moe eigenlijk. En de hele dag zit je te luieren als je naar de zon gaat, of naar het strand. Maar in wintersport ben je de hele dag bezig. Je bent dan moe s'avonds, je gaat vroeg naar bed. Maar ja, 's ochtends op een of andere manier ben je weer zo fit en je bent bezig. En het is echt, wat dat betreft, perfecte vakantie. Ja. Toch hou je ook van de zon, want morgen gaan we naar Spanje. Ja, ik ben benieuwd wat je daar allemaal beleefd hebt. Morgen gaan we dat horen van Sander. Ik hoop dat u dan ook weer kijkt. Tot morgen.